Wat is op, man? Mijn naam is Roelie Henrique en welkom bij Outside the Box. Het programma waarbij wij één BN'er koppelen aan een topsporter, een honkballer in dit geval. We zoeken de verschillen op, we zoeken de overeenkomsten op, we leggen ze bloot aan challenges. Wat zijn de linken? Met aan het einde het belangrijkste vraag. Zijn ze klaar voor de hoofdklasse challenge? Welkom. Yes sir, welkom bij aflevering nummer 3 van Outside the Box. Vandaag een hele gekke aflevering. Ik beloof het je, we gaan internationaal. We hebben 2 gasten met een connectie met Japan. Let's go, we gaan dit doen. Hier aan mijn linkerkant hebben wij Rick van den Hurk. Hey. What up, Rick? Yo, what's up? En aan mijn rechterkant niemand minder dan Yuki Sugawara. What up, bro? Hey, I'm Yuki. Je kent het, let's go. Welkom. Alright, ik heb het jullie gezegd. Dit zijn mijn 2 gasten van vandaag. Hier aan mijn linkerkant, Rick van den Hurk. Super tof dat jij er bent. Dankjewel. Ik vind het geweldig. Wie ben jij? Stel jezelf even voor. Rick van den Hurk. The kid from the Netherlands, who grew up with the Bert Blyleven poster on his wall and his... The O2 from Vandenhurk. Geboren in Eindhoven, Brabander. Speel nu voor de Yakult Swallows in Japan. En ben de afgelopen 19 jaar nu professioneel honkballer. Duidelijke taal. Hier, aan mijn rechterhand, hebben we Yuki. Sugawara. Op drommel af. En hij jaagt hem binnen ook. Hallo, how are you? I'm Yuki Nari Sugawara. And I'm footballer and I'm praying for AZ Alkmaar. Yes. Arigato. Arigato. Joshuado. Genki desu. Very good. Dat is alles wat ik weet. Boys, we gaan naar de kleedkamer. Let's go. Dus we hebben vandaag een bijzondere samenstelling. We hebben 2 gasten die eigenlijk precies het tegenovergestelde zijn gaan doen. We hebben een Nederlandse honkballer die naar Japan is gegaan om te gaan honkballen. En we hebben een Japanse voetballer die naar Nederland is gekomen om te gaan voetballen. En daar gaan we het vandaag even over hebben. We gaan babbelen, we gaan ze vragen stellen. En eens even kijken hoe ze eigenlijk daar terecht zijn gekomen. Yuki, you are a soccer player that chose to come to the Netherlands. Why? Because of my dream. Yeah, when I started football, I want to be a great player in the world. So I really wanted to play in another country, especially in Europe. So that's why I come to here. En Rick, ja. Voor jou precies hetzelfde de andere kant op. Jij ja. Naar Japan ja. Om te gaan honkballen. Hoe? Ja, eigenlijk vanuit de Amerika-periode. Nadat ik in Amerika heb gespeeld, ben ik naar Zuid-Korea gegaan. En vanuit Zuid-Korea ben ik uiteindelijk naar Japan vertrokken. En ik zit daar nu 6 jaar. Dit wordt mijn 7e jaar. En ik heb al gehoord, zijn Japans is op een prima, goed tot uitstekende level. Redelijk goed. Hij kan me verstaan. Ja. Dus dat is het belangrijkste. Yuki, how about him talking Japanese? He's very good Japanese speaker. Yeah. Do you understand him? Yeah. We can talk in Japanese, I think. How are your baseball skills, Yuki? I think I have good skill because when I was a child, I played baseball as well. You played baseball? Yeah. So why did you choose for soccer? The ball is hard and if a dead ball, it's so pain. I really hate that, so that's why I start football. Rick, hoe was het voor jou om de overstap te maken? Je bent in Japan, totaal andere cultuur. Ja. Ik bedoel, jouw eerste aantal weken daar, hoe was dat? Ja, het was natuurlijk bijzonder. Natuurlijk wel even wennen in het begin. Je kan de taal niet goed spreken. Alles is anders, alle borden en je kan niks lezen. Dus dat was het even wennen in het begin, aanpassen en ook leren natuurlijk. En eenmaal gesetteld, Japan is een prachtig land. Heerlijk eten. Dan begint het wel lekker te draaien en heb je lekkere flow te pakken. Ja. Ik kan me wel heel erg genieten. Ja. He was talking about food. And Japanese food. Yesterday, I was on the YouTube, a video of you telling the interviewer that you don't like Dutch food. Is that true? Yeah, it's true. The Dutch people like to eat potato. Last year, I lived with a host family. Mm-hmm. Sometimes lasagna or something, but
Mostly potato. Potatoes. It's not good. Not good? Not good. I don't like it. I also heard that you are a pretty good chef cook. Is that true? Yes, true. Yeah? Okay, let's go cook. Let's go. Ja. Nog één vraag voor jou dan, want hij heeft het over de Nederlandse food, maar voor jou is het precies hetzelfde. Ik snap wel, het Nederlandse eten, Japanse eten, in Nederland is best plain. Ja. Er zit niet echt, qua ingrediënten, het is niet super exciting om te eten. Nee. En in Japan heb je ingrediënten, en het komt allemaal vers uit de natuur, en verse vis en kip en noem het allemaal maar op. Dus het is gewoon echt heel lekker, we hebben echt gewoon een hele goede keuken. Ja. Dus ik snap hem wel een beetje. Ja. Ik wil niet Nederlandse eten bashen, want ik vind zelf stampot en ben ik mee groot geworden. Maar ook lekker. Lekkere hutspotje. Ja, zeker. Op zijn tijd. Boerenkool. Maar ik snap ook wel, je hebt ramen en yakitori, yakimiku en sushi, sashimi, allemaal lekkere dingen, man. Yuki, one more thing. We came here on a scooter, on a step. Yeah. Was it yours? Yes, it was mine. Well, what about the step? Do you always drive on the thing? Yes, almost every day, because I don't have driving license yet. I use the bike, but I feel tired. Go and back, I feel tired, so I had to find a solution. So you come up to the AZ stadium on a scooter? No, only training race. Do you know any baseball players, Japanese baseball players that succeeded in the States? Ichiro done. That's all you gotta say. Hideki Matsui. Matsui. Masahiro Tanaka. Tanaka. And Darvish Yu. Yu. Shohei Otani. Valentin. Coco Valentin. Coco Valentin. Hij roept dat gewoon. Hij is een legend in Japan, man. Yeah, he is a legend. He's a legend. He's a legend. Yeah. He's a big player. Yeah, I saw you doing this thing. Matsuda. Well, what is that? Onze derde honkman bij de SoftBank Hawks, als hij een homer slaat, dan als hij over de thuispaal komt, dan gaat hij naar de fans, zo richt hij zich naar de fans, dan zegt hij altijd, Atsuo! Garcia, the fans love it, so does the dugout, that makes it 6-1 Japan. En dat betekent hot man, betekent dat in Japans. Yeah. En dan gaan alle fans gaan helemaal los. Ja, okay. Dus hij is ook wel een legend in Japan. I like you, man. Yeah. You're a funny dude. You're a funny dude. You remind me of... Hij laat mij denken aan een speler. Ik vertel jullie straks wie. What about swag? Do you like swag? Do you like nice clothes and stuff? I don't. Have you ever put on a baseball jersey? I like. Yeah? Yes. And are you high socks? Low socks kind of player? High socks. I like your swag. Hey, jongens, we gaan naar binnen. We're about to go inside. Because I'm like really curious to see what you can do with a bat and a glove and a ball. Okay. You promised me that you will be good. But before we go, you just can't go in there dressing up like this. That's not done. You see him? Gotta be uniform. Yeah, you gotta be uniform. I got something for you. Wait right there. First of all, you get this one. Kingdom. It's the same. Same. Yeah. And then you get this one. What's your favorite number? 26. I got you. Thanks. I got you. I got you. 26. めちゃくちゃかっこいい. Yes. ありがとうございます。ありがとうございます。 Last one. You told me you can hit. Yeah. This one is for you. Only for you. You know why? This is why. え、マジで? <笑>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  Yeah. So you ready? It's perfect. I need you to dress up and let's go inside. Let's see what you can do. Yes, wat gaan we doen? Ik heb een challenge voor de beide heren. Daar bij de thuisplaats zie je drie knuppels staan. Ze krijgen 5 ballen. Ja? De honkballer gaat gooien. 5 ballen om 1 knuppel te raken. Daarna gaat Yuki, krijgt 5 ballen om een knuppel te raken. Wie de meeste raakt, wint. Wie begint? We doen het op Japans. Ja, yes. Saisho, go. Oké, voor Rick is het oprecht spannend, want Rick is een pitcher. Dus nu staat er extra veel druk op Rick, toch? Ja, zeker. Wat is de grootste wedstrijd wat je hebt gespeeld, Rick? Naast de BBC, wedstrijd in Japan, de Japan-series. Japan-series, finale. Let's go.
Oh. Oeh, je daagt jezelf uit. Je gaat voor het puntje. Wap! Eentje. Je hebt nog één. Nog één? Je hebt nog één. Okay. Wauw, dit is echt bizar. Twee van de vijf. Ik ga jullie eerlijk zeggen, dit is best moeilijk. Dit is best moeilijk. Hey, you're up. You're next. Yeah. What do you think? I don't know, but this is easy job for you, man. I think it's easy for me. Well, let's go. Let me fix this real quick. Okay, now up, Yuki Sugawara. Question. What happened? It's broken. Smart move. Come on, Sugi. Last one. No. That one is broken. Manji, ちょっと悔しいわ. Ooh. One more time. One more time. Ah! Hey, nice try. Ik zeg het jullie. Dit is erg moeilijk. Maar Yuki. Hi. Next up, you know what? We put you up to some baseball challenges, but now we're gonna put Rick up to some football challenges. Zelfde drill, maar nu met een voetbal. こっちの方が緊張するな。意外意外意外、ちょっと緊張してる。Wow! Yes! Wow! Action on it! Oh! Ja, bye zo! Rick, hoe zijn je voetbalskills? How are your soccer skills? Ja, ik kom uit Eindhoven, hè? PSV? Ja, dus. Oké, eindaflevering, kom! Wow, first try! Shot nummer 2. Wow. Oh, hij chipt hem! Nice! Oké, komt ie. Dit is voor de win. For all the marbles. Dit is voor de win. Gelijkspel. Maar er is geen gelijkspel in het honkbal, dus wat gaan we doen? Een kick-off. Eén kick. Degene die hem raakt, wint. Hij chipt hem. Pressure is on! Hey, okay, buddy. Thank you. Hey, you see that? De eerste challenge is gewonnen door Rick. De tweede challenge is ook gewonnen door Rick. Hey, but don't worry. We got another challenge for you. Okay. This one includes the bed. Yeah? Okay. Go get your bed. Next challenge. Let's go. Ik geef een dikke, dikke shout-out naar Mr. International hier, Stijn. Zonder hem geen challenges. Hij is hier en hij helpt ons uit. Shout-out naar jou. Hey, bedankt, man. Ja, pa. Oké, als de zelfgekroonde Bunking van Nederland heb ik een challenge voor ze. Ja? We hebben twee petten. Eentje richting derde honk, eentje richting eerste honk. Ze krijgen allebei 3 ballen. Ja, wie naar 3 het dichtstbijzijnde bunt, wint hem. Wie daar dichter bij de pet bunt, wint hem. Simpel. Understood? Understand. Ik doe het 1 keer voor. Ja? Ja, zeker. En dan kunnen zij zien hoe het hoort. Oh, wauw. Ah, shit. Dat is een foul bal. Aha. Mooi, chui dan. Mhm. Aha. Aha. Mooi na. Ah! Jij krijgt geen valbal, Rick. Nee, ik weet het. 3 ballen. Naar de eerste honk. Let's go. It's okay. Valbal. Aha. Nice. Aha. 1. Aha! Die is goed hoor. Heel goed.
Wat Chotto gaat steeds beter. Yuki, you're still okay? Oh, Kante. Ah! Yuki! En de winnaar is... Wat fout. Ja, ja. Atzo! We hebben het gezien, challenge gespeeld. Rick heeft er eentje gewonnen, Yuki de ander gewonnen. Ja, deze hebben ze gesplit, 1-1. Maar we gaan nu naar het echte werk. We gaan beginnen met slaan. Hoe doet hij het? Met de knuppel in zijn hand. De challenges zijn voorbij. We zijn nu aangekomen bij het gedeelte waarbij we gaan slaan. Yuki staat daar. Hij gaat eerst lekker warm worden. En alles is natuurlijk in voorbereiding op de hoofdklasse challenge. Yuki, you ready? Yes, I'm ready. Oké, okay, let's go! Ik hoor これ. Wow! Home run! これは楽しいぞ! Yeah! De beste swings tot nu toe. Ja. Yeah. 結構簡単だなこれ。Two more. Jozu, Jozu. Hoe vaak krijgen jullie dit te zien? Rick van der Heuk die BP neemt. Zeg dit. Huppa! Ik heb gehoord dat meneer hier zelfs in de Major League een hit heeft geslagen. Klopt dat? Ja, zeker. Wanneer was dat? Tegen wie was dat? Hoe was Eén, dat? Eén hit in Turner Field, Atlanta Braves. Atlanta. Tegen Tim Hudson. Tim, prima pitcher. Ja, zeker. Zeker. I'll take it, I'll take it. Lekker, dat is natuurlijk National League, dus toen sloeg je nog voortdurend. Ja. En hoe lang heb je nu al niet meer geslagen in een wedstrijd? Laatste was Japan-series. In Japan spelen we Interleague, dus dan één keer in het jaar gaan we spelen we tegen de andere divisie. Mm-hmm. En dan moet ik ook slaan. Dus. Maar dat vaak stoten, hè? Ja, iemand op honk, weet je, get him over. Ja, ja. Ik heb geen hits in Japan tot nu toe, nee. Maar gaat dit jaar verandering. Dit jaar ga je, natuurlijk. Hier, het staat op beeld. Het staat op beeld. Rick van der Heuren komt dit jaar een hit. In Japan. Ja. Genoteerd. Yuki. You tired? I'm tired. Why? You're a professional soccer player. That's why you take the step to the field. Yes. That's why I take a step to the field. How many goals have you scored this year? Two goals. Two goals. Yeah. What's your favorite opponent to play against? Ajax. Feyenoord, PSV. Oh, the big clubs. Yeah. It's, I like to against strong team. Uh-huh. Always like big motivation and energy. So. What vind je van zijn swing? What do you think about his swing? Yeah, he's got a good swing. He looks athletic, very athletic. So a little more patience at the plate, little weight, a little longer, and boom. You know, you got good power. Yeah, I got a lot of confidence in him. Kan je dat nu ook in het Japans vertellen aan hem? Voor me wa. Kanpeki des. Hai. Jozu des. Motto matte. Hai. De timing de. Timing, ne? Chotto timing, ne? Hai, hai. Is toch geweldig. Ibata. Is toch geweldig. Round 2. We're going to throw overhand now. Yuki, every time you think you hit a home run, I need you to do this right here. Okay. Okay? Let's go. Psycho! Nice! Atzo! Nice. Dit is echt zoveel energie. Ik geniet oprecht. Als hij met zoveel plezier voetbalt, als dat hij honkbalt, man. Huppa! What do you think of his swings? He's a pitcher. Yeah. But he can play as a batter. You think he can swing? You think he can bat? Yes. Hey, Yuki denkt ook dat je je hit gaat pakken dit jaar. Hij denkt dat je kan slaan. Arigato. Home run 打つぞ. めちゃめちゃおもろいっすこれ. センター前ヒット打とう. Locke. Hey, I think you're ready for the hoofdklasse challenge. All right, you see that machine over there? You're going to turn it on. And it will shoot baseball at you. With a speed of 85 miles per hour. Mm-hmm. Okay. 85 miles per hour, keer 2.3, 3 keer 6, 0, 2, 2, pak hem mee, 6, 4. 138 kilometer per uur. Google het. Have you ever heard of a walk-up song? You don't know. In baseball, every time you go to bed, you go to walk up to the plate,
In the stadium, they will play your song. So, what would be your walk-up song? The best song you know. It's a Japanese song. I know every Japanese song. You know? I know. Yokubo ni michita. Yokubo ni michita. Louis. Yokubo ni wakas. Yuki, the challenge is about to start. Okay. You get 10 swings. And from the 10 swings, I need you to hit as much as you can. Okay. Are you ready? Yes. Hij is er klaar voor. Welkom. Het is tijd voor de hoofdklasse challenge. Let's do this. Val tip. Telt. 1, 1. Val tip. 2. Oh, ze draaien hè. Tega. Kennen jullie nog aflevering 1, deze? Ja, ja. 7. 8. 8. Last one, Yuki. Ah, hey. Hey, how are your hands? Tega. So pain. Hey, die. So Yuki, you hit 10 from the 10 balls. That's the best. Yeah. Seriously. That's the best. Very good. That's the best. Hey, you're a baseball player. Quit. Azet. Yuki is never coming back. It's done. Nice job. Rick, 10 van de 10 raakt hij er. Let's go, Solis. Ja. Super, man. Ja. Ja, goede timing. Ja, top. Ja. Klap. Azena, Alemadan, Konoyo, Samarida. Alemadan, dat is allemaal. Ah, is ook oké. Tijd, chat die tijd, Hakyu 36 kilo. Maar wat is het? 136? Hakyu 36, Hakyu 38. Ik kan het wel, als je het doet. Senga, Hakyu 60, ne? Otani, Hakyu 64 kilo. Crazy, ja. Mecha, ja. Mecha, ja. Yuki, you did great at the challenge, man. You hit 10 from the 10 pitches. That's the best hitter we've had until now. Did you have fun today? Yes, I enjoyed playing baseball. Yeah. And yeah, I'm not satisfied because I wanted to more hit home run. Yeah. I get you, man. I'm skinny too. I would like to hit some more home runs too. Ik vond je uit, heb je het genoten vandaag? Ja, was leuk. Was heel leuk. En hij is goed, man. Ja, hij is een geweldige gozer. Ja. Goeie topgozer. Ja. Goeie atleet. Ja. Goeie balplayer. Yeah. You can do it all. You can do it all, man. All skilled, all around. Ardas. Yeah. Very nice. Thank you. Okay. Yes. It's okay. Next time I will invite you to see if you got better or not. So you get the opportunity to go home and work on some things. And then come back. Jongens, einde alweer van de aflevering. Luister, voor mij als host was het super tof om deze twee gozers te ontmoeten. Heel bizar, ik ben honkballer, honkbal mijn hele leven en ik heb Rick eigenlijk nog nooit in het echt ontmoet. Tot vandaag en echt een geweldige gozer. Ik wens jou het beste, echt alles toe in Japan. Dankjewel. Ik ga het in de gaten houden, want we hebben een deal. Die hit moet vallen. Ja, die gaat die vallen. Die hit moet vallen, die gaat vallen. Zeker. Yuki, hi. For you the same man, I'm going to keep an eye on you. I'm going to watch some AZ games. Yes, thanks. Let me be honest with you, I'm an Ajax fan. But I really like you as a person, so... Mistake. Mistake. Yes. PSV, he's PSV. Yeah. He didn't told you yet. Yeah, but hey, I'm going to keep an eye on you to see, and I wish you the best. I wish you the best. You're a great person. Stay the way you are, and please score some more goals. And I would like to see this after a goal. Yeah! Jongens, that's it. Outside the box, aflevering nummer 3. Je weet wat je moet doen. Like, deel, abonneer. En wij zien elkaar bij de volgende Outside the Box. Oké, ik had jullie gezegd dat deze mama iemand liet denken. Do you know Kawasaki? Huh? A baseball player too. Yeah, he's talk funny in English. Just like you. You reminds me of him. He told us monkey never cramps or monkey eat banana. Monkeys never crap, you know. Monkey never crap. Because a monkey every day bananas. Two. Is it true? Yes, true. Yeah, you heard that. Monkey never cramps.